De Amsterdamse student verhuisservice bestaat 15 jaar. Begonnen met een kleine wagentje en een aanhangertje erachter. Maar inmiddels staat er een compleet wagenpark. We rijden vandaag mee met Sean, die er nu 10 jaar werkt. 19 jaar, toen kwam ik hier binnen als kleine broekie. En Raoul, die er nu 5 jaar zit. Vandaag hebben ze een verhuisklus in Nieuw-West. Collega Sebbe staat al te wachten. Goedemorgen. Goedemorgen. De student verhuisservice heeft vorig jaar zo'n 9000 verhuizingen gedaan. Inmiddels heeft het bedrijf 35 verhuisbussen en zo'n 250 man in dienst. De 29-jarige Sean studeerde commerciële economie en is na zijn studie blijven hangen. Top! Niet te licht, niet te zwaar. Inmiddels is hij teamleider van de salesafdeling. Nog even de armen uit de mouwen, dat hoort er gewoon bij. Ik ben blijven hangen vanwege de sfeer. Je bent lekker sociaal bezig, je gaat bij mensen langs. Het is elke dag wat anders, andere jongens, andere plekken. Dat hele complete plaatje, dat maakt dat ik na 10 jaar nog steeds hier sta. Sean werkt in mei precies 10 jaar bij het bedrijf dat dit jaar dus 15 jaar bestaat. Om het te vieren wordt er eind april een echte verhuizerskalender uitgebracht. En wij krijgen vast een voorproefje. Ik ben januari. Raoul studeerde 2 jaar geleden af aan de fotoacademie en kwam op het idee van de kalender. We hebben inspiratie genomen van de Australische brandweerkalenders. De sexy mannen die altijd voor je klaarstaan. Wij dachten, dat kunnen wij ook. We hebben in een paar dagen echt honderden aanmeldingen gehad. Wij zien er ook goed uit. Dit ben ik. Zoals je ziet, niet helemaal afgetraind, maar ik probeer er zo sexy mogelijk op te staan. Op de kalender zullen trouwens geen vrouwen te zien zijn. Geen vrouwen, nee. Wij hebben inderdaad geen vrouwen in dienst. En ook geen gezichten. Het gros wilde op de kalender anoniem, dus het is een beetje, we moesten op een gegeven moment een compromis sluiten. We willen ook een beetje de spanning erin houden. Misschien is dat ook wel leuk, kun je er zo over nadenken. Het is toch een beetje spannend zonder gezichten erbij. Raoul moet nog een paar foto's voor de kalender maken. Bedoeling is dat de verhuizerskalender vanaf eind april te koop is via de website van Student Verhuisservice. Ik kom er ook zelf in te staan, dus wie wil, moet hem even bestellen. Ja.